Hallo, welkom bij een nieuwe salonvlog. Ik zeg eerlijk, ik ben de afgelopen maanden al een paar keer begonnen aan een salonvlog en ik heb hem steeds niet afgemaakt, omdat er weer allerlei andere dingen tussen kwamen en dan was het begin van de vlog alweer 2 of 3 weken geleden, was het niet meer echt heel relevant. Dacht ik, ja, laat die vlog dan maar zitten. Ik ga deze keer wel beginnen aan een nieuwe vlog. Story of my life, het is weer een bende hier. Ik heb van de week de video opgenomen met al die stempelvragen. Die vragen over het stempelen. Deze nail art, ik moest daar nog wat foto's van maken. Omdat ik daar ook nog een reel van wilde maken. En nog wat foto's voor Instagram. Hier liggen dus nog allemaal spullen die ik daarvoor gebruikt heb. Nou, het is eigenlijk weer helemaal vol hier. Vind ik altijd heel vervelend, word ik heel onrustig van. Maar wat ik denk ik in deze vlog ga doen, is heel dit rek helemaal opnieuw indelen. Dingetjes veranderen. Ik denk zelfs dat ik al die kleuren van de gelbottle eraf ga halen. Die heb ik allemaal al best wel een tijdje. Ik gebruik ze niet heel veel meer. Er zijn een paar kleuren die ik heel graag gebruik. Of die een aantal klanten van mij heel graag op hun nagels hebben. Die ga ik sowieso bewaren. De rest ga ik allemaal even checken. Kijken of de kwaliteit nog goed is. Misschien dat ik wat kleurtjes laat gaan. En anders ga ik denk ik proberen om ze ergens in de laadjes mooi op te kunnen bergen. Want als het goed is, komt er namelijk een heel mooi pakket binnen van Le Scente. En zoals je kan zien is mijn glitterrek vervol. Er zijn nu hier en daar wat gaten, maar dat komt omdat dat hier op mijn tafel staat. En zoals je kan zien is de onderste rij dubbel en die rij daarboven is ook al een beetje dubbel. En daarboven in beeld staan al mijn Le Scente gel polishes. Die staan allemaal schuin, schuin in het vakje, zeg maar. Om ruimte te besparen, want als je ze in de breedte zet, zijn ze wat breder. Maar als het goed is, komt er dus een heel groot pakket binnen met allemaal nieuwe Le Scente producten. Dus ik ga even kijken hoe ik dat mooi kan indelen. Dus wat ik dus dacht was om de gelbottle eraf te halen en dan daar Le Scente te gaan uitbreiden. Dus ik ga even kijken of dat gaat lukken. Nou, het lijkt me wel leuk om dat in de vlog te laten zien, want ik weet dat jullie het altijd heel leuk vinden als ik de boel een beetje orden. En jullie vinden het altijd heel fijn om te zien dat hier alles helemaal mooi op kleur staat. Dus ik ga hier eventjes de boel een beetje ordenen en hopen dat het pakketje vandaag binnenkomt. En wat ik ook nog wilde laten zien is deze nieuwe dingen om in mijn label maker te doen. Die waren namelijk op. En dit zijn die doorschijnen die precies, even kijken, kijk hier zie je hem bijvoorbeeld, die precies zo op die swatchstickjes passen. Ik heb hier de nieuwe kleuren van Madame Glam liggen en daar moesten ze dus nog op. Dus ik had die nog steeds niet aan een ring gedaan. Want daar kan ik dan mooi nog eventjes de namen op zetten. En ik heb hier inmiddels een nieuw doosje met allemaal nieuwe kleuren voor het najaar. Die wil ik ook nog gaan swatchen. En daar moeten dan natuurlijk ook weer de nieuwe namen op. Dus dat ga ik ook nog eventjes doen. En hier zijn alle kleurtjes geswatcht, topcoat eroverheen. Je zag net dat ik het eerste laagje aanbracht. En de kleuren van Madame Glam zijn eigenlijk altijd super dekkend.
Maar natuurlijk doe ik altijd wel gewoon twee laagjes kleur en daarna de topcoat. Echt super leuke kleuren voor de herfst. Ik ga hier denk ik nog wel een nail art mee maken. Dus er komen zeker nog een hoop herfst nail arts aan. Dus dan zullen jullie deze kleuren nog wel voorbij zien komen. Kijk ook zeker even op de Instagram pagina van Madame Glam. Want daar zie je ook al deze kleuren. En dan zie je ook de namen erbij. Ik kan ze allemaal nog wel even snel opnoemen. Dit is Glam Volcano. Dat is die bruine kleur. De donkerblauwe is Mahalo. Mahalo. Geen idee hoe ik dit moet uitspreken. Gaat die focussen? Mahalo. De lichtste kleur, die beige, die crème kleur, dat is Coconut. Ja. Wow. Ja, dat vind ik wel een toepasselijke naam. Oh jee, alles weer door de war. Nou, even kijken. Die lichtblauwe is Aloha. Ik heb trouwens geen idee hoe de collectie heet. Dus zal ik zelf ook nog even moeten opzoeken. Dit is Sunstalker. Dat is de oranje kleur. Dit is Keep Palm. Ik heb het idee dat het een beetje een tropische vibe is met al die aloha en palm en sun. Oh ja, dit is Sun Days. Dat is die gele. Ja. En tot slot heb ik die roze en dat is Hibiscus. Of met zijn roze, ja, het is wel een beetje rozig. Dus dat zijn de namen. Maar nogmaals, kijk zeker eventjes op de Instagram pagina van Madame Glam, want daar zie je ook al deze kleurtjes. Oké, ik ben ondertussen ook bezig om al deze nail arts uit te zoeken. Die zitten allemaal in die vierkante plastic bakjes. Ik heb er twee op mijn tafel staan. En daarin doe ik altijd alle nail arts die ik heb gemaakt. En eigenlijk al deze nail arts die je hier ziet, heb ik allemaal gemaakt ook in een video. Dus er zijn overal video's van. Ik heb ze nu een klein beetje op thema gesorteerd. Hier begint een beetje de summer. En de vrolijke kleurtjes, de blaadjes, de bloemetjes, een beetje tropisch. En dan heb ik hier nog allemaal leuke Valentijns thema's. Een beetje dat roze, hartjes. Ja, en dan hier heb ik nog wat marble dingetjes. Een beetje neutrale thema's. Dan gaan we hier naar de herfst. Vind ik ook zo leuk. Ik kan niet wachten om zo meteen weer fall nail arts te gaan maken. Hier heb ik trouwens nog allemaal Halloween nagels. Vind ik ook heel leuk. Die ga ik ook weer doen dit jaar. En dan heb ik hier nog allemaal kerst nail arts. Dus ik ga ze nog even een klein beetje uitzoeken. Kijken wat ik nog wil bewaren of welke niet helemaal mooi meer zijn. Ik heb er al een paar uitgezocht. Hier in dit bakje zitten er een aantal die ik wegdoe. Want die bakjes zaten gewoon te vol. Dus ik moet het even gaan ordenen. Ik heb sowieso overal de foto's van. Dus als ik nog eens iets wil terugzoeken, kan ik dat ook op de foto bekijken. Maar ik vind het wel gewoon fijn dat die bakjes weer wat leger zijn. En dat alles wat erin zit gewoon netjes is. En dat het er allemaal mooi uitziet. Oké, de bakjes zijn geordend. Ik heb hier een bakje met zomerse kleuren, een beetje de fellere kleurtjes. Valentijn, voorjaars, zomer, tropical, dat soort dingen. Die zitten hierin. En hier heb ik een bakje met Halloween, fall en kerst eigenlijk. En een beetje de wat donkerdere kleuren. Dus nu kunnen deze twee bakjes weer terug hier. Die staan hier altijd op mijn tafel. En nu past ook alles er weer in, want het viel iedere keer allemaal eruit. De bakjes zaten veel te vol. Nu moet ik hier nog wel ruimte gaan creëren voor al die Madame Glam lakjes. Want je ziet dat ze al twee rijen achter elkaar staan. En ik heb hier alle kleurtjes met de namen erop. Alle nieuwe kleurtjes. En terwijl ik hier net bezig was, ik was precies aan het filmen hier. Ik was al afgeleid, want de pakketjesman kwam eraan. En hier zijn twee hele grote dozen vol met nail art producten. Ik ga ze uitpakken. Ik denk dat ik hier een hele aparte unboxing video van ga maken. Want het is echt heel veel en heel mooi wat hierin zit. Dus daar wil ik gewoon een hele aparte video aan wijden. Dus waarschijnlijk staat hij online of hij zal heel binnenkort online komen. Oké, ik heb de dozen uitgepakt. Ik heb hier alles uitgestald. Dus ik ga het even heel snel zo voorbij laten komen. Want ik ga er nu een hele uitgebreide unboxing video van maken. Dus als je dat wil zien, kijk die dan zeker even. Ik denk dat die nu al online staat. Oh, echt zo mooi. Al die glitters en flakes. Aloha, we zijn inmiddels een paar dagen verder. Ik ben hier al druk bezig geweest met alle Le Scente productjes. Ik heb er al zelfs een paar gebruikt. En ik heb hier ook al wat glittertjes staan. Volgens mij heb ik ze zelfs bij mijn moeder gebruikt. Ik heb mijn eigen nagels ondertussen ook gedaan trouwens. En ik heb hier een hele mooie glitter op.
Even kijken of die hier nog ergens staat. Deze. Dat is Boysenberry. Even kijken of die gaat focussen. Dat is echt een van mijn favoriete kleuren qua glitters. Want die kan echt overal op. Die is heel mooi over roze. Maar ook over een beetje meer dat rode, dat rode. Of over paars. En ja, ik vind het altijd een super mooie kleur. En die blendt altijd heel mooi mee, zoals je hier op mijn duim ziet. Vliegt hier nou nog een vlieg rond, ja. Maar zoals ik volgens mij ook al eerder in de vlog vertelde, ga ik dus een aantal dagen naar Valencia. Ik ben druk bezig met het inpakken van mijn koffer. Zoals je kan zien, pelt hij een klein beetje uit. Maar ja, hij moet nog iets verder ingepakt worden. Er moeten nog wat dingetjes in. Ja, het is altijd drama. Koffers inpakken. Ik heb nu alleen handbagage die ik mee mag nemen. Dus het is best even een challenge om dat er allemaal in te krijgen. Maar gaat lukken, gaat lukken. Gaat helemaal goed komen. En ik moet nu nog even mijn teennagels doen. De helft is er al af. Dus ik ga eventjes mijn, wat er nu op zit. Er zit altijd een soort van gelak op. Dat ga ik er even afhalen. En dan ga ik er nieuwe op doen. En ik doe dus altijd deze. Ik weet niet, jullie hebben dat waarschijnlijk al wel eens vaker voorbij zien komen. Dit is Go Time van Young Nails. Dit heb ik ooit een paar jaar geleden een keer besteld volgens mij. Of ik was op een event toen ook of zo. Maar dit is eigenlijk ja, one step. Dus je kan dit aanbrengen. Hoeft geen base coat, geen top coat. Nou zou ik dit niet per se aanraden voor op de handnagels. Daar gebruiken ze het wel voor. Dat vind ik gewoon, ja, nee, dat durf ik niet aan. Maar voor op mijn teennagels is het echt ideaal. En nu is de ene is een beetje een donker bordeaux kleur. En de andere is een bordeaux glitter. En dat heb ik dus altijd op mijn tenen. Dit is echt mijn favoriete combi. En dat blijft echt super lang zitten. Dus ik ga het nu even bijwerken, want dan is dat ook weer netjes voor Valencia. Nou, en hoe ik dit dus altijd doe, heel onhandig. Ik laat even snel wat zien. Ga ik met mijn voet op mijn stoel staan. De lamp zet ik op de grond. Nu maak ik even mijn tenen en mijn nagels schoon. En dan ga ik dus gewoon die gelpolish aanbrengen. Echt super makkelijk. Ja, het zal niet helemaal perfect zitten, want het is natuurlijk altijd heel onhandig om je eigen tenen te doen. Maar ik ga even het kleurtje erbij pakken. Moet ik altijd even kijken, want de ene is dus een glitterkleur. Nou, dit is gewoon de effe kleur. Die doe ik dan als eerste. En daarna doe ik die glitterkleur. Ja, deze is super mooi. Echt een beetje dat bordeauxachtige, daar hou ik echt heel erg van. Dus nu ga ik even dat eerste laagje erop doen. Oké, tintjes zijn klaar. Ik heb het niet helemaal kunnen filmen, want ik hing er zelf steeds voor. Want je gaat echt in onmogelijke bochten om je tenen te lakken. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat doen trouwens. Laat het zeker even weten bij de reacties hieronder. Altijd een drama, hè, om je tenen te lakken. Maar goed, hier ben ik in mijn makkelijke kloffie. Nog steeds bezig met mijn koffer. Bijna klaar. Zoals ik eerder in de vlog had gezegd, wilde ik eigenlijk daar dat hele rek gaan veranderen. Daar ben ik nog niet aan toegekomen. Ik wil dat zeker nog gaan doen. Ik zat te twijfelen. Ik denk of ik wacht even tot ik terug ben van Valencia. Dat ik daar dan mee verder ga. Dat ik dat dan ook nog in deze vlog laat zien. Of ik ga deze vlog nu afsluiten. Probeer ik hem vanavond nog online te zetten. Ik ga toch laat weg. Dus ik dacht, dan heb ik wat te doen vanavond. Aangezien ik toch een beetje stresserig ben. Ik denk, nou, dan ben ik lekker bezig. Kan ik deze video vanavond nog online zetten? En als je mij dus wilt volgen, dan kun je meteen even naar mijn andere Instagram account. Dat is Ramona's Happy Home. Daar ga ik alles delen van Valencia met alle andere meiden. Dus als je daar iets van wilt zien of als je dat leuk vindt, volg me dan op Instagram en dan zie je daar alles voorbij komen. En dan ga ik gewoon in de volgende vlog heel dat rek veranderen. Alle nieuwe flesjes daar wegzetten, alle nieuwe glitters. Dus ik dacht, dan ga ik dat doen. Dus deze vlog zal niet zo lang zijn. Nogmaals, ik ga verder in de volgende vlog. Oh wacht, hier zie je trouwens ook nog mijn moestuin. Ik denk dat de meeste van jullie die ook nog niet gezien hebben. Dit is mijn uitzicht als ik dus aan het werk ben. En daar is mijn moestuin. We hebben echt al heel veel gegeten uit de moestuin. Er staan vooral boontjes, sla, heel veel, wortels, courgettes. Er liggen ook hele grote watermeloenen. Dus hopelijk kan ik die misschien gaan oogsten als ik terug ben van Valencia. Maar dat is dus mijn plekje. En die wei die je daarachter ziet, of in ieder geval die palen, dat wordt een weitje voor de geitjes.
Maar dat zal pas volgend voorjaar worden. Maar goed, dat is dus ons projectje. Maar voor nu ga ik deze vlog even afsluiten. Ik kom speciaal nog even in beeld, ook al zie ik er niet uit. Ik wil je natuurlijk weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je de vlog leuk vond. Hij is denk ik niet zo lang geworden. Wil je niks missen van heel mijn Valencia-avontuur? Volg me dan op mijn andere Instagram-account. Dat is Ramona's Happy Home. En dan kun je alles volgen. En alle andere meiden die erbij zijn. Voor nu ga ik hem dus afsluiten. En ik zie je heel snel in de volgende video.